Goedendag, dames en heren, en welkom terug bij Ark Survival. Waar hangen wij nou uit? Bij Ark Scorched Earth, dames en heren, en wij hangen hier uit samen met Sander. Goedendag, Sander. Goedendag. Oh my days, dit ziet eruit als een desert. Ik moet zeggen dat het allemaal nog niet al te mooi is. Dit is de eerste keer dat ik de game inlaat, de eerste keer dat ik hier ben. En wij gaan samen gaan wij deze wereld ontdekken. Samen met Sander en met jullie natuurlijk, dames en heren. Oeh, wauw. Het ziet er allemaal niet al te mooi uit momenteel. Waar gaan wij mee beginnen? In Ark Scorched Earth. Besjes plukken. Geef je besjes ook water? Ik heb mij laten vertellen dat de besjes hier geen water geven. Hebben wij alles omhoog gezet? Wij hebben alles omhoog gezet. Wauw, hij laat echt nog niet heel erg mooi de spulletjes allemaal in. De bomen en zo. Het is best lelijk allemaal nu, momenteel. We kregen silk. Silk. Wat is dat nou weer? Oh my days. We gaan heel even zo verder, dames en heren. Want wij zijn gespand op zout 3. Zout 3 moet easy zijn. Zout 3 zou easy moeten zijn. Wij gaan nu eerst even gauw basic spullen. Waar gaan wij in levelen? Fortitude. Fortitude is een zeer belangrijke statistiek. Campfire. Hatchet. Kunnen we de speer? Nee, speer kunnen we nog niet. We zijn nog maar level 2. Oh, we hebben ook nieuwe dingen. Oh my days. Een safari headskin. Super, super gaaf. En een tourney dragon saddle. Oh, damn. Dat lijkt mij gaaf om uit te proberen. De oude kan dan allemaal weg natuurlijk. Daar hebben we al eens een keer mee gespeeld. Doe maar show all. Dat kan eerst nog wel. Boom, pickaxe. Sander, waar hang jij uit? Ik kom als goed naar jou toe. Naar mij toe. Ja. Je hebt mij al gezien. Ik zie dat jij 170 meter bent. Jij ziet mij. Ja. Echt? Ja. Ik jou niet. Hoe zie je dat? Staat in mijn beeld. Oh, gaaf. Wat gaaf. Oh, damn. Die instelling die irriteert mij nou al, joh. Dat is zo slecht uitzien. Dan gaan we eens even wat doen. Ik ga even gauw wat harvesten. Ik ben nog een beetje flint nodig natuurlijk. En zoals jullie horen, Sander die is onderweg naar mij toe. Er gaat verder niks gebeuren, dames en heren. Ik ga alleen heel even kijken of ik het ietsje degelijker eruit kan laten zien. Ik host dit locally en mijn frames die zijn eigenlijk heel erg netjes. Dus dit gaat helemaal goed komen, dames en heren. Een kleine onderbreking en dan zijn wij zo weer terug. En daar zijn we weer terug. Oh my days. Dames en heren, de hitte die neemt nou al wraak op ons. Oh my days. Sander is al nokkie van de dorst. Ik ben er niet ver van verwijderd. En ik hoop. Tent. Ik heb mij laten vertellen. Kunnen we een tent bouwen? Een tent moet hier bescherming tegen bieden. Tent. Requires level 5. Oké, gauw farmen. Dan kunnen we een tent farmen. Oh my days. Water is natuurlijk het probleem. Het is scorched earth. Wij zitten hier in een woestijn. En besjes. Besjes replenishen ons water niet. Volgens mij is er ook iets met cactussap, maar dat kan ik ook niet vinden. Hey, een naakte man. Hey, nog een naakte man. Hey, ik draag een broek. Jij niet. En we hebben het heet. Dames en heren, we hebben het super, super heet. Ik doe ook gauw een shirt aan, want die geven toch nog een klein beetje bescherming. Een klein beetje meer bescherming. We zijn gespawnd in het zuiden. Ik moet nog een pickaxe maken. Of een axe, een hatchet, hoe zo'n ding ook maar heet. Torch, zijn we die nodig? Nog niet. Straks, vast wel. Gaan we doen. We hebben ook hier onze dingen allemaal goed omhoog gekrankt. Alles is gaat wat sneller, gaat wat makkelijker. Dat is allemaal voor de sake of the recording, dames en heren. Want om mij 3-4 uur lang alleen maar... Oh my god, wat is dat? Niet rennen, we zijn dorstig. Wat is dit? Oh, Sander, dit is gewoon een mot. Dat waar je net wegkomt. Een Limantria. Hey. Oh. Kijk dan hoe gaaf. Oh yeah, dat is super, super vet. Oh my... Het is geen passive team. Gelukkig geen passive team. Ik heb een hekel aan passive teams. Waarom ben ik nog meer besjes aan de farm? Ik hoop een fiber te krijgen. Dan kunnen we enigszins iets craften om een level omhoog te gaan. Heb ik hoed nog niet geleerd? Oh, daar moet ik eerst die punten toepassen. Fortitude. Ik ben level 5. Tent. Waar staat de tent? Volgens mij moeten we een tent maken. Dat heb ik mij laten vertellen. Een tent. Oh my days. Sorry voor het achtergrondgeluid, dames en heren. Maar is er nou eenmaal als ik... Oh my days. Een tent is level 10. Moeten we maar een thatch hutje bouwen? Oh.
Plot head. Thatch wall. Thatch door. Er ligt een hoed voor je. Kan ik niet meer leren. Oh, super. Hier direct bij mij. Super, dankjewel. Een hoed. Nog een klein beetje meer beschermd tegen dit. Maar jullie kunnen linksonder in beeld zien. Hyperthermic. Een heatstroke. Zitten we al op 16%. Ik ga gewoon tijd farmen zodat wij een Thatch hutje kunnen bouwen. Oh, yeah. Yeah. Oh, wauw. Ik zet hier heel even een beetje op pauze, dames en heren. En dan zijn we weer terug bij jullie tegen de tijd wanneer enigszins iets bescherming hebben. Oeh, wat is dit? You are dehydrated. Wat kan ik met deze cactus? Oké, niet ommaken. Kan ik ze plukken? Cactus sap! Cactus sap! Wat doet dat? Cactus sap is... Het is een deel van de cactus dat sap... Oh, hydrates your body. Dat geeft water. Opeten die meuk. En het geeft geen water. Oké. Het geeft geen water. Wat moet ik dan met cactussap als het geen water geeft? Hij zegt hydrate your body. Oh. Ik ga zo meteen nokkie. Ik ben zo dorstig. En het is zo verschrikkelijk heet hier. Ik begin al witte strepen te zien, dames en heren. Oh, wat heet. Ik ga gauw kijken of ik wat Thatch kan gaan craften. Foundation. 3 walls. Ceiling. Dat telt als een huis, hoop ik. Holy damn. Het is hier gelukkig wel helemaal leeg qua dino's op het moment. Hier lijkt het enigszins vlak. Ik kan amper nog lopen. Ik denk dat ik nog hier ga. Vreet gewoon alles op. Alles. Consumed. Oh, niet genoeg. Hier lijkt het mij redelijk vlak. Dit wordt gewoon onze starterplek. Is niet anders. We hebben geen keus meer. Ik ben van het leven beroofd. Jij bent van het leven beroofd. Oh, we moeten nog een tribe maken, joh. Jij bent doodgegaan door de dorst. De hitte heeft het eerste slachtoffer al geëist. Hier. Oh, my days. Hutje, geef me alsjeblieft shelter. Oh, nee, niks. Hyperthermal insulation. 236 en dat is nog steeds niet genoeg. Ik ga hier ook dood, dames en heren, aan de hitte. Besjes, nogmaals. Besjes geven alleen food. En een heel klein beetje water. Besjes geven een heel klein beetje water, dames en heren. Super. Een heel klein beetje is meer dan helemaal niks. Dit voorkomt net dat ik nou helemaal dood ga. Oh, maar deze, mijn leven gaat weer omhoog. Oh. Ik zit op 1 water. Laten we de narcoberries en de stimberries maar niet opeten. Stimberries gauw weggooien. Ik zit op 1,3 water. Dat houdt in dat ik nog heel veel meer besjes ga lopen farmen. Oh, maar deze. Wat is dit allemaal spannend, dames en heren. Wat is dit ongelooflijk spannend. Oh, maar deze. Sander, ga je het weer kunnen vinden waar we af dat we ons hutje hebben? Zeker. Super. Oh, wauw. Ik wist dat dit moeilijk ging worden. Maar zo moeilijk als dit had ik mij niet voor durven stellen. Gewoon helemaal niet. Hoe hoog is mijn heatstroke inmiddels? 26% en ik ben weer dehydrated. Ik moet gauw terug naar mijn Thatch hutje. Heel gauw terug. In het Thatch hutje, Sander, overleef ik het net een klein beetje. Ben er bijna. Oh yeah. Oh, besjes. Oh, super. Oh, water. Water. Wij gaan hier even zitten, weer live regenen en dan zijn wij zo weer terug. Goed. En we zijn weer terug, dames en heren. Waarom hebben Sander van der Woud 2 keer Sander van der Woud... Oh my days. Waarom hebben Sander van der Woud 2 keer Sander van der Woud... Geen flauw idee. Maar, wij hebben de heatstroke afgewacht, dames en heren. Schijnbaar als je dat super heat icon hebt, dan krijg je een heatstroke. Heatstroke boven de 30%. Wat vervelend. We hebben dat even uitgewacht. Het zakt vanzelf weer zo gauw die dikke vlam onderin weg is. We hebben nou niet eens meer de kleine spark onderin. En we gaan eens even kijken wat of dat deze wereld allemaal te bieden heeft voor ons. Ik zie daar iets... Sander, ik zie daar iets blauws, Sander. Oh, een pro-camptodon. Een kangaroo en nog zo'n mot en een perker en dodikkerus. Ik begin wat dino's te zien. Zal dat ook suggereren dat daar water is? We moeten natuurlijk zo min mogelijk rennen. En ook mijn opvatting... Ik zie een terror bird. Oké, maar wat is dat
blauwe ding. En wat is die? Oh my days. Daar is... Oh, ik zie gevechten. Ik zie sabertooths. Ik zie... Oh, ja, oké. Okay. Die Terrorbird is in gevecht daar met die kameel. Of wat dat ook maar is. En een Kelly Mimer zie ik voorbij rennen. Oh, wat zijn deze dingen hier? Sander, ben je bij me? Oh, ja. Wat zijn deze dingen hier? Wat is dit hier? Bij die Dodicarus. Het is een of ander insect of zo. Water jerk bug. Wat kunnen we ermee? Is dit passive tame? Oh, drink water. Sander, hier kun je water drinken. Een sabeltand. Oké. Okay. Tijd om te vertrekken. Ik ga terug richting die 1 kilo. Oké, okay, ik moet wel heel even rennen. Hebben we al bola's geleerd? Ik in ieder geval nog niet. Nee, ik ook nog niet. Waar is die sabeltand? Oké, okay, die sabeltand valt die 1 kilo aan. Even kijken, wat kunnen we allemaal nog leren? Wat is allemaal nog nieuw wat wij al kunnen leren? Engram Points. Arc Prime, uit. We kunnen nog helemaal niks leren. Silver Exalt, we moeten echt level 10 halen. Level 10. Welk level zijn wij? Wij zijn level 9. Oké, okay, dan wordt nog weer verder pestjes oogsten, denk ik. Ik ga het bosje om jou heen weghalen. Yeah! Ik dacht zo mooi verstopt. Ja. Hé, hey, wat is dit? Oh, dit is nog... Oh, pas op, insecten. Er zitten van die lieveheersbeestjes dingen. Oh my days. Dames en heren, de map ziet er wel geweldig gaaf uit. Het ziet er nou weer wat beter uit, nou wij niet meer de heatstroke hebben. Maar oh nee, ik word aangevallen. Oh, waardoor? Lieve heersbeestjes. Maak een pijk. Speer, hoe heet zo'n ding? Heb ik nog niet geleerd. Ze hebben me doodgemaakt. Craft roll 2. Waarom kan ik hem met 2? Wat mis ik? Wood. Oh damn. Oké, okay, ik heb zo'n speerding. Had jij iets interessants bij je? Nee. Oké, okay, never mind. Ik heb een speer, nog geen bola's, heb ik nog niet geleerd. Volgens mij is het ook level 10, denk ik, bola's. Ik moet echt level 10 halen. Oh, difficulty staat hier ook weer op 4. Oh, ik zie je alweer. Hij komt achter je aan hoor, lieve eerstbeestje. Oh ja? Twee ja. Stuks. Misschien moeten we hem gewoon doodmaken. Oh, speer 1 is kapot. Harvest some meat, we hebben ook nog geen meat. Oké, die is ook dood. Die is dood en ik heb level 10 gehaald. Wat hit mij nou dan? Pas op, die dood ik niet raakt, joh. Boom, level 10. Oh nee. Oh, damn it. We moeten eerst punten toepassen. Meer fortitude. Oké, okay, ja. Oh, dat was al de goeie. Arc Prime, out. Boomerang. En een tent. Hide sleeping bag. Oké, okay, sleeping bag. Prime out. Tent. Wat kost zo'n tent om te maken? Craftables. Tent. Ik wil zo'n tent. Wat kost dat om te maken? Hide. Thatch. Wood. De rest is simpel. We zijn alleen nog wat hide en wood nodig. Wat zijn we nodig voor een boomerang? Iets sand. Oh, sand is easy to farm. Waar zijn wat stenen? Hier zijn wat stenen. Super, super gaaf, dames en heren. Dan krijgen we sand. Ik wil natuurlijk 10 cent hebben. Een boomerang. Oh, dat is meer dan 10 cent. Ik kan dat allemaal niet dragen. Het is allemaal veel te zwaar, want ik heb alleen nog maar... Oh, Sander, ik heb een boomerang. Nice. Oh, deze. Oké, okay, ik heb nog tijdstructjes bij me. Waar is u? Achter u. Ah, super. Oké, okay, we moeten hide hebben. Waar is die boomerang? Oh, ze stacken. Die boomerang stacken. Super gaaf. Wat heb ik nodig om meer te maken dan? Wat mis ik? Wood. Oké, okay, natuurlijk. Het is altijd wood. De boomerang ligt voor je. En ik heb een beetje het gevoel alsof de nacht eraan gaat komen. Misschien moeten we dan weer terug richting ons thatchhuisje. We zijn nog amper weg bij ons thatchhuisje. You are encumbered. Oh, ik moet echt gaan leveling weight. Oké, okay, eentje. Wat mis ik daarna? Oh, tsch, ga weg. Spam in beeld. Sand, weer sand. Oh ja, tuurlijk. Ik heb niet heel veel sand gefarmd. Sand farm je van stone. Schijnbaar zijn dit zanderige stenen. En krijg je zand en stone ervan. Oh, dit is geen zanderige steen. Oh, jawel. Een zanderige steen. Terwijl je samen met Sander een game aan het spelen bent. Oké, ik ga wat meer boomerangs bouwen. Craft all. Inventory. Ga terug naar mijn inventory. Oh my days. Laten we dit gauw weggooien. Super, dat is weggegooid. Ik bouw wat meer boomerangs. Oh, wauw. Hoe werkt zo'n boomerang? Oh, dat is gewoon hitte. Rechter muisklik. Oh, je moet hem inhouden. Oh, hij komt terug.
Oh my god, dat is gaaf man. Die boomerang komt echt terug. Het is een echte full-blown boomerang. Welk level ben jij, Ankylo? Ankylo, oeh, hij is hurt. Level 64. Oké, misschien niet. Misschien gaan we niet een level 64 killen. Nee, is niet zo goed naar het plan, denk ik. Een tasje is inmiddels wel weer veilig. Zit er iets in? Iets van waarde. Silk. Heb je al een pickaxe, Classy? Ja, zo'n stone ding. Okay. Hey, een witte drop. Misschien zit er wat leuks in. Meestal pakken we de witte drop niet, maar aangezien we zo uber low level zijn, is het misschien wel een goed idee om dat te gaan pakken. Alhoewel ik nooit geluk heb. Oeh, een slingshot. Een slingshot. Oeh, dat is ook niet verkeerd natuurlijk. Maar dan moet ik weer stones bij mij dragen en dat kan ik weer niet tillen. Oh my god. Wat is dit gaaf, man. Wat is dit gaaf. Is die Sabertooth? Die is dood. Maar is die ook al opgegeten, zeker? Want deze Ankylo, die ziet er zo bloody uit. Die heeft vast die Sabertooth gekild. Ik zie schorpioenen. Oh, en ik ben alweer de hele tijd aan het rennen. Wat maakt mij zo zwaar? Waarschijnlijk die Thatch Meuk. Waarom heb ik zoveel Thatch Roofs? Oh, die Water Jug ding. Oh, die is weer geland. Hoe zit jij met je water? Bijna vol nog. Ik ben net dood geweest, hè? Oh ja, is ook zo. Ik heb een 39. Dus ik ga deze Water Jug Bug weer leeg drinken. Water Jug Bug. Oh, yeah, die is leeg. Oeh, wauw. De nacht zet hard in. En wat ziet dat er vet uit hier in de woestijn. Wat is dit? Sander, wat is dit? Oh, check dit. Jaboa. Is het passive team? Waar moeten we dit mee temmen? Oh. Is die Nokkie of dood? Hij is Nokkie. Red Flower? Die. Heb je Magic Berries? Oh, heb ik ja. Ik ook. Ik heb Magic Berries. Oh, wauw. Hij wordt al bijna wakker. Oh, wauw. Hij heeft maar 30 torpor. Oh, we hebben hem al getemd. Super. Oh. Plant species, Y seeds, moet je mee. Oh, wauw. Kijk dan hoe zo'n mooi lief diertje dit is. Oh, mijn god, wat is dit gaaf. Kunnen we er ook iets mee? Pick up. Sander, die zit op je schouder. Oh, wauw, het is super, super donker. Is er nog ergens licht in val van een kant? Van die kant, misschien? Ja, daar is nog licht. Oh, wat gaaf. Ik kijk eens. Ja, kijk eens naar de camera. Hij heeft schitterende mooie blauwe ogen. Oh, wat super, super gaaf. Wat gaaf, man. Oh, wauw. We hebben onze eerste team, Sander. Nice. Grats. Nice. Alleen, we moeten nog hide. Welk level ben jij? 60. Zullen we hem nog een keer maken en doodsteken? Ja, we kunnen proberen. Oh, een Carno. Nee, ik ben dood. Wauw, en onze Jerboa ook. Oh nee, dat is onze eerste dead, dames en heren. Wij gaan weer respawnen op South 3 random location, want wij hadden nog geen hide voor een hide back. Wat is dat? Oh nee, gaan we straks heen. We gaan eerst kijken waar is ons Thatch hutje. Ik zie daar volgens mij iets bekends. Pas op, die Carno loopt er nog steeds. Ja, volgens mij zijn wij ook. Oh, hier is een Terrorbird dood. Ik moet heel gauw een ding maken. Hoe heet zo'n ding? Een hatchet. Een pickaxe en een hatchet. Dan kan ik die Terrorbird oogsten voor hide. Geef me hout. Sap. Wauw, je krijgt hier gewoon sap van bomen oogsten. Wat mis ik? Stone. Ligt vast wel op de grond. Stone. You are cold. Oh my days. Het is nacht en in de woestijn vriest het s'nachts natuurlijk. Oh my days. Dit valt nog niet mee, dames en heren. Dit valt nog niet mee. Hey, geen flint. Oké, ja, flint. En het wordt al donker. Natuurlijk hebben wij wel weer onze cheaty gamma erbij in. Oh, beetje framey. Wauw, heel erg framey. Gamma 3. Oh, wauw. Gamma helpt ook gewoon helemaal niks, man. Het is hier echt nacht. Waar lag die Terrorbird? Wie heeft het licht uitgedaan? Die Carno loopt daar daadwerkelijk nog steeds.
34 height, 43 height, 51. Oh wow, we hebben height. Als die Carno daar loopt. Deze enkel is ook bijna dood. Ah, damn it. Oh, ik zie wel weer een andere Jaboa. Toch willen kijken of onze spullen daar niet nog ergens te verkrijgen zijn. Ik weet ook niet precies waar ik dood ben gegaan eigenlijk. Nog een punt fortitude. Oh, damn. Ik weet echt niet meer precies waar ik dood gegaan ben. Holy days. Het spijt me dat het zo donker is, dames en heren. Wij kunnen onze torch aanzetten. Ik heb geen idee of die... Oh, we hebben natuurlijk geen torch meer. Kunnen we torch maken? We kunnen torch maken. Geen probleem. Dan gaan we in ieder geval even weer een beetje naar beneden. Gamma. Ik denk de 2,5 wel heel... Oh, wauw. En we zien echt gewoon helemaal nul meer. Gewoon helemaal nul. Dit is pas donker s'nachts. Oké, misschien toch gamma 3 bij de torch. Oké, dan kunnen we in ieder geval nog iets zien. Het is maar een halve gamma punt omhoog. Ik zie wel zo'n waterjug bug. Oh, maar deze. Ik geef mijn like zoeken, dames en heren. En dan zijn we zo weer. Pas op die Carno, ziet je. Oké, die Carno. Maar dan is mijn like daar ook. Klopt, die is iets naar links van jou. Ja. Damn jou, Carno. Damn jou. Ik denk dat wij heel gauw naar ons huisje moeten zien te komen, want ik ga dood vanwege de kou. Uh-oh, ik de kou. De kou is going to get me. Wij gaan, denk ik... Geef mij water. Oh, lekker. Ik ga gauw naar ons thatch hutje rennen en dan zijn wij er in de ochtend wel weer, aangezien wij momenteel aan het doodvriezen zijn. Holy damn. Dames en heren, wij zijn er zo weer. Ja. En hier zitten wij in de hoop dat wij veilig waren. En kijk eens wat er om ons heen loopt. Een wild male sabertooth van level 32. Fully puckered. Uh-oh. We hebben nog steeds geen sleeping bags. Maar we kunnen hier dus ook niet veilig een sleeping bag gaan plaatsen. Oh my. Hij heeft dit al zwaar beschadigd. We hebben geen moed. Wij hebben geen moed. Kom weg. Oké, ik hit alleen maar mijn eigen touch wall. Oh, we hebben geen moed. Wat zijn we nodig van bola's? Heb ik die geleerd? Bola's. Wat zijn we nodig voor bola's? Touch en hide. Uh-oh, heb jij touch? Je hebt Ted. Ja. Hij heeft dit kapot gemaakt. Echt? Ja, de muur is eruit. Oké, dan kunnen we hem hitten. Oh, de nacht is ook voorbij. En onze foundations zijn eruit. Hij staat vast in de bola's. Slam dood. Hij staat nog vast. Oh my. Wordt hij bloody? Hij wordt bloody. Oh yeah. Hide for days. Wauw, die bola was een life. Een lifesaver, dames en heren. En we hebben er weer een leveltje bij gescoord. Ik doe nog één puntje in fortitude. En ik heb geen eens weer gear aangetrokken. Dus ik zal ook nog even weer wat klot gear moeten maken. Oh my days. We hebben. Uh-oh. Zijn vriend loopt daar nog. Wow. We moeten dingen zo maken. Slingshots. Oh, yeah. Slingshots. You are starving. Besjes. Ik heb hier nog mijn besjes om te eten. Waarvan maken wij slingshots? Zijn we nodig? Wood. Oké. Geen probleem. Wood. Dan maken we een bola en maken we slingshots. Dan kunnen we vast... Of nee, niet slingshots. Boomerangs. Dat is eentje. Ik weet niet wat ik verder mis. Wat mis ik voor een bola's? Stone en fiber. Oké. En ik ben nog steeds starving. Oh, zijn vriendje. Is die nog bij je? Ja, die zit achter me aan. Ik ben er nog niet klaar voor, kerel. Ik heb nog geen bola's. Ik moet eten, want ik ben starving. En ik moet 5 zijn voor nog een vingers boemerang. Oh, fiber. Je hebt allemaal fiber. Ga je toch halen? Ik heb nog geen deadmatch. Ik loop steeds rondjes. Oh.
Bij ons thuis hutje, Ja, achter je. halve hutje. Oh nee. Ik maak twee bolasses. Nee. Hij is Nee. level 12. Maakt me niet uit, ik wil hem. Oh. Nee, ik miste mijn bola's. Oh my days. Dat gaat al hartstikke goed. Dit is al onze tweede dead, dames en heren. Oh my days. We zouden vrij dichtbij respawn at random location. Toen maar, geen probleem. Oh damn, ik sta echt heel ergens anders. Oh damn, ik zie wel zo'n... Zo'n koe ding, weet ik veel, kameel ding. Het is net een kameel. Het is net een kameel. Hij moet even dit gebied inladen. Hier zijn we natuurlijk nog niet geweest. En ik host hem locally. Dus, oh, dat ziet er wat... Oh, hey, Sander. Hallo. Wauw, wat is deze wereld gevaarlijk, dames en heren. Wat gevaarlijk, wat gevaarlijk, wat gevaarlijk. Ja, ik weet het niet zo... Terrorbeurt. Ik weet het niet zo heel goed, want wij zitten natuurlijk heel dicht bij het einde van de opname. De tijd dringt daar. Hallo, Saber. Doeg. AD Pro komt er dan maar op. Wel zie ik hier een dode Jerboa. Farm's hide, farm's hide, farm's hide. Yeah, farm's hide. Oh, wauw. Hebben we enigszins een idee wat een Tets hutje is van A4? Nee, ik zie wel 3 wolven, 4 sabeltands. Oké, dan moeten we... Level 40! Doeg! See you later! Smell you later! Oh my days, alles hier lijkt op een woestijn. Ik heb ook geen idee. Geen idee in welke general area ons tetchhutje zou zijn. Dus ik denk dat wij eens even ons best gaan doen om daadwerkelijk een iets wat veilig tetchhutje te bouwen ergens. En dan wij zullen dat dan de volgende aflevering. De volgende aflevering, dames en heren. Zullen wij ons best doen om beter te overleven. Dit was aflevering 1. Ik heb er enorm veel van genoten. Ik hoop dat jullie ook veel hebben genoten van het kijken naar de aflevering. En dames en heren, zoals ik altijd... Nee, nee, nee. Ongedierte. Ongedierte. Oh, ik ga dood. Oh, you killed yourself. Dames en heren, wij gaan ons best doen enigszins ergens een base op te zetten. En dan zijn wij er de volgende aflevering weer. En dit was top 1 aflevering in mijn 3 dads. Dat was een super, super start. Dames en heren, zoals ik altijd zeg, tot de volgende keer. Appetje ho.